Zoals je kan zien, was dit een bewoond gebied. Maar nu is het bewoonde gebied helemaal veranderd in een moeras. Wij vertellen je het verhaal hierachter, hoe het is gekomen. Ooit kwam in mensgedaante Jupiter daarheen, met hem zijn zoon Mercurius, maar nu zonder staf en vleugelschoenen. Zij klopte aan bij 1000 huizen, vragend om een slaapplaats, maar de deur bleef dicht bij elk huis. Hallo. Filemon, er staan mensen voor de deur. Mensen? Hallo meneer, zou je hier mogen blijven slapen? Want ze hebben het heel koud en... We hebben honger. Ja. Ja. Ja, kom binnen. Geef mij weer jas van mij. Kom de volgende keer. Dank u. Zo. Ga maar zitten. Oh, dankjewel. Dankjewel. Heb ik het misschien koud? Wel een beetje, ja. Ik zal de verwarming aanzetten, ja. Ik zal wat uitpikken voor je. Oké, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, het is wel een gezellig huisje, hè? Ja, dankjewel. Ja, gezellig. Wonen jullie hier al lang? Ja, al een paar. Ja, we wonen hier elk al ons heel leven. Zijn jullie ook al heel jullie leven samen, dan? Ja, we zijn getrouwd. We zijn al heel lang getrouwd. Maar ik ga het avondmaal voor jullie voorbereiden. Oké. Oh, we hebben niet veel, maar we kunnen deze arme mensen toch niet zomaar laten verhongeren. Ik zal wel zien wat we hebben. Hier. Dank je. Een pan. Het is wel raar dat er geen bezoekers zijn eigenlijk. Ja. Is je zo afgelegen? Inderdaad. Nooit verwacht. Oké. Het zijn ook wel heel rare mensen eigenlijk. Ja. Maar wel vriendelijk. Ja, wel vriendelijk en zo. Ja. Nee. Geen mensen die hier verwachten. Ja, ze hebben wel... mensen. Ja, echt wel. Veel beter dan al die andere mensen hier. Ja, dat waren echt... Die liepen nog zelfs niet binnen. Ja, helemaal niet aan het schrijven zo. Ik denk dat ik heel zwaar ga straffen. Maar deze mensen wel laten dienen. Ah ja. Ja, deze mensen zal ik al sparen dan. Ja. Moet je jullie misschien opvissen voordat we gaan eten? Want het duurt toch nog wel even voor het eten klaar is. Oh, dat mag ik, dank u. Badkamer. Oh, dankjewel. Dankjewel. Ja. En werkt het allemaal? Nee, maar ik zal even wat warm water maken. Ah, oké. Oké, dankjewel. En ze gaan het opvissen. Ik denk dat het mooi is om de tafel te leggen. Ja. Oh, we hebben geen mooie tafellaken. Het zal maar deze moeten zijn. Er zit wel een gat in, maar beter hebben we niet. Ik zal anders nog wat kruiden halen om alles wat op te vissen. Ja, bedankt. Voorgericht. Oh.
automaten rusten. Heb je kruiden gevonden? Ja, het wordt de laatste dieren nog langer, maar alles voor zich is. Ja. Ik zal wel eens zien of dat de winst mag vallen. Ja, maar zeg je zoet, kijk je niet eerst op de worsten of erop? Ah ja, dat is ook een goed idee. Ja. We zijn nog een beetje koud. Ik zou ze nog even laten hangen. Ja. Ik zal er eerst aan gaan. Zelfs wij hebben niet meer zoveel. Ze zullen het er maar mee moeten doen. En waar is je compaan? Marcel is nog even op de wc. Hij zal direct komen. Oké, zet je weer allemaal. Zet je weer. Zet je wel. Ja, sorry. Ik heb slecht gegeten. Ah, kom maar zitten. Dank je wel. Dus vertel eens, van waar komen jullie en ja, wat doen jullie hier? We zijn van deze buurt gewoon en... Ja, niet deze buurt, Arcadië. Dus heel ver, heel ver. Ja, en wij zijn gewoon op reis. Moeten jullie wat wijn hebben? Ah, ja, ja, ja. Dank je wel. En nu gewoon een beetje wat gelicht, doe dat gewoon. Ja, lekker. Heel lekker. Oh, maar de wijn is te gevuld. De mirakel. Een mirakel. Oh, vergeef ons. Vergeef ons. Vergeef ons dat we zo'n karig maler zijn. Dat we zo arm zijn. Dat is niet ongevraagd. Dat is wel onze enige grens. Oh, maar klaarmaken voor jullie. Hopelijk dat aan jullie goed doen. Vergeef ons. Vergeef ons. Bedankt. Oh ja. Oh, ik kan er niet op. Maar jullie blijven, allez, jullie krijgen geen straf. Dus volg ons alsjeblieft gewoon uit het huis, de helling op en dan zullen jullie naam krijgen. Wat jullie maar krijgen, wij doen alles. Oké, volg ons. Snel, de helling op, kom, dat lukt jullie nog wel. Kom maar. Wat is dit? Alles is in water veranderd. Al de mensen, al onze huizen, waar is iedereen naartoe? Dit kan toch niet? Sorry, maar deze streek vol zondaars verdiende het. Maar jullie, oude man en vrouw, die zo recht schapen leeft, zeg wat jullie nog te wensen hebben. Wij willen hier graag priesters zijn. Hier voor uw tempel zorgen. Dat vragen wij. En daar wij altijd samen zijn geweest, ik geef dat eenzelfde uur ons beiden houdt, zodat ik niet meer het graf van mijn vrouw en nooit door haar begraven word. Oké, dat zal gebeuren. Kijk maar achter jullie. Ons huis! Ah, ons huis! Tempel. We zitten in een tempel! Oh my god! Vanaf nu zal dit jullie nieuwe huis zijn en zullen jullie ons vereren. Mooi. Stop. 10 jaar later zitten Filmen en Boukjes vredig op een bankje naast de tempel. Ze zijn al heel oud, maar ze zijn nog steeds heel gelukkig samen. Tot plots. Oh, Filmen, voel jij je ook zo raar? Op Boukjes. Oh, Konjunks. Waar? Waar is Konjunks?
Jaren later wandelden de twee goden voorbij de plek waar Philemon en Baucis één werden. Dat waren toch twee goede mensen hoor, Philemon en Baucis? Ja. Goddelijk zijn wie goden eren, eren zijn wie eert.